Hallo. Nou, de afgelopen twee weken heb je uh, Pointless kunnen zien. Het gehaakte koordje dat je op een ondergrond rijgt, volgens een patroontje, en vervolgens opvult met naaldkant. Maar uh, dat gehaakte koordje kan je natuurlijk voor van alles en nog wat gebruiken. En uh, ik zag ook al in een aantal reacties. Dat mensen ook al met ideeën kwamen. Een aantal kijkers zei: Oh, leuk voor sieraden, armbandjes, noem maar op. Um, hartstikke leuk en dat kan ook. En ik zei ook in die video: he, van, Je kan het ook gebruiken om iets aan vast te haken. En uh, mensen die dus dat koordje willen haken zonder het uh, te vullen met naaldkant, uh, kan ik me voorstellen dat het vervelend is om zo'n filmpje dan weer. Dan moet je in zo'n filmpje gaan zoeken en doorspoelen. Dus ik dacht: Weet je wat? Het haken van het koordje neem ik even apart op. Zodat je dat makkelijk kunt terugvinden. En je niet die andere video helemaal hoeft door te zoeken. Dus vandaar. Ik laat dus in deze video zien hoe je een koordje haakt. Um, en ik laat er een variatie op zien. Want ik zal even mijn bolletje laten zien. Ik heb hier wat kralen opgeregen. Het is ook heel leuk om kralen mee te haken. En daar kan je dan ook weer van alles mee. Ja, je denkt natuurlijk al snel aan sieraden. Je kan aan beide kanten van het koordje een kraal mee haken. Maar je kan ook aan één kant van het koordje een kraal mee haken. En dat is bijvoorbeeld heel leuk. Stel je wil een truitje haken of breien. Top-down. En je begint dus bij de hals. Dan is het heel leuk om zo'n kralenrandje. Je kan met gewoon een randje zonder kralen beginnen. Maar je kan ook aan één kant kraaltjes uh, inhaken. En dan heb je een hartstikke leuk halsrandje. En daar hè, aan de andere kant zitten dus dan geen kralen. En daar kun je dan je steken haken of opnemen om te breien. Dat kan ook. Hè? Of een randje van een mouw die je in het rond breidt of haakt. Nou ja, verzin het. De rand van een poncho of een sjaal kan heel leuk zijn. Ik doe het hiervoor gewoon met ongebleekte katoen en houten kralen. Maar je kunt ook uh, fijn haakgaren. Nee, ik zal het even laten zien. Zoiets als dit, bijvoorbeeld, van dat dunne haakgaren. Met uh, glazen kraaltjes. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat is dan weer met name leuk voor sieraden. Nou, ik ga maar gauw beginnen. Hoe haak je ook alweer het koordje? Uh, je begint met een opzetlus. En die maak je gewoon op je eigen manier. Ik heb trouwens voor deze katoen dit is gewone doorsnee Toen heb ik even haaknaald 3 genomen en ik haak 3 lossen. 1, 2. 3. Nu steek ik in de eerste losse in. Ik haal mijn lus op en ik haak een vaste. Dat is de eerste steek. Je ziet nu hier al twee, um, twee lusjes tegen elkaar aan zitten. Die ga je straks gebruiken. Ik draai mijn werk naar de punt van mijn haaknaal toe. Dus ik pak het beet en ik draai het van me af. En nu pak ik het eerste lusje wat ik tegenkom. Dat is deze. En degene die... Naast zit. Dat is deze. Ik steek dus onder twee lusjes door. Ik heb een beetje fel licht. Ik ga even een beetje draaien. Zo. Ja, dat is beter te zien. Dus ik doe het nog even opnieuw. Ik zit nu wel een beetje scheef. Ik doe het even opnieuw voor. Het was een beetje overbelicht, zag ik. Ik begin dus met een lusje. En ik haak drie lossen: 1, 2, 3. Nu steek ik in de eerste losse in. Dat is deze. Ik haal mijn lus op en ik haak een vaste en dit bedoelde ik net je ziet hier nu twee lusjes tegen elkaar aan zitten en dat die gebruik je steeds maar we gaan hem eerst omdraaien je pakt je werkbeet en je draait het van je af dus je draait eigenlijk naar de punt van je haaknaald van je afdraaien nu pak ik het eerste lusje wat ik tegenkom. dus altijd bij het eerste even zoeken hier zit een lusje, daar steek ik doorheen. En dan kijk ik of ik nog een lusje kan vinden waar ik doorheen steek. En dat is deze. Hier. En daar steek ik ook doorheen. Even langs mijn telefoon kijken. Hij is een beetje strak. Nou heb ik hem. Ik haal een lus op. Ik haal hem door die twee lusjes die ik net heb opgepakt. Zo. En dan gaan ze dus bij elkaar zitten, hè. Dat is belangrijk. En ik haal een lus op en ik haak mijn vaste af. Vanaf nu wordt het makkelijker en ook makkelijker te zien. Ik draai mijn werk van me af. En de lusjes die ik nu tegenkom, die zitten al naast elkaar. Zie je dat? Dus die kan ik zo oppikken. Ik had misschien een ietsje dikkere haaknaald moeten nemen. Want het zit een beetje stevig. Ik pak ze op. Drie lusjes op mijn naald. Omslaan. Door twee. Omslaan. Door twee. Ik draai mijn werk weer van me af. En ik pak deze twee lusjes. Nu zijn ze heel makkelijk te vinden. Ze zitten gewoon bij je haaknaald. Dat is heel makkelijk. Daar steek ik onder. Door omslaan. Door twee. Omslaan. Door twee. Van me af Deze lusjes pakken. Het wordt een soort vlechtje. Omslaan. Door twee. Omslaan. Door twee. Ik draai hem weer van me af. Ik pak die twee lusjes op, omslaan door twee, omslaan door twee. Nou en nu zie je dus een soort van vlechtje zeg maar, het zit zo een beetje in die mooie uh, in twee richtingen zo. En aan de kanten zie je die lusjes. En die lusjes aan de kanten, daar zou je steken in kunnen opnemen of in kunnen haken. Nou, ik ga nu wat kraaltjes opschuiven. Die moet je wel van tevoren oprijgen. Nou, ik nou, moest even kijken hoe het ook weer moest. Kijk, ik heb hier al een paar kraaltjes aan de zijkant zitten. Ik draai mijn werk van me af. Ik steek in, het, in die twee lusjes wat ik steeds doe. Omslaan door twee. Nu schuif ik een kraaltje aan. Ik pik mijn draad op en omslaan door twee. Ik moet een beetje losse haken, merk ik al. Dus van je afdraaien. Dat is steeds hetzelfde. In de twee lusjes steken, omslaan door twee. En voordat je de steek afmaakt, schuif je een kraal aan. Omslaan door twee. Een beetje losse haken, dus je werk draaien, door de twee lusjes steken. Omslaan, door twee, kraaltje aanschuiven, omslaan, door twee. Je kunt dit ook aan één kant doen. Dan sla je steeds één kant over. Dus je draait je werk, maak je eerste gewone steek, omslaan. Door 2 omslaan. Door 2 ga ik naar de andere kant. Daar wil ik dan een kraal insteken. In de lusjes omslaan. Door 2 kraal aanschuiven. Omslaan. Door 2. Nu doe ik weer een gewone steek omslaan. Door 2 omslaan. Door 2 ik draai mijn werk, maak eerst de helft van de steek, dus omslaan door twee, kraal aanschuiven, omslaan door twee. Nou, je ziet, dit gaat een klein beetje rondlopen misschien, dus je moet zorgen dat je een beetje los haakt en dat je je kralen niet al te groot moet nemen. Ze dus moeten een beetje passen bij het garen. Dat is ook een mogelijkheid. En dan kun je dit als... Randje gebruiken, bijvoorbeeld voor een, een boordje of een randje van een tas of nou ja, noem het allemaal op en aan deze kant kun je dan steken opnemen. Je kan ook eerst een kraaltje aanschuiven, ontdekte ik. En dat kwam, dat is leuk hè, dat kwam omdat ik het eerst verkeerd deed. En daartoe dacht ik, oh dat is ook leuk, dus dat laat ik even zien. Uh, dan schuif je eerst, ik maak eerst even een paar steekjes zodat ik weer wat ruimte heb. Uh, dan schuif je eerst een kraal aan en dan maak je de steekpas. En uh, ik ontdekte dat dat niet goed was. Maar het gaf wel een heel leuk effect. Want dan komen je kraaltjes bovenop. Dat is ook leuk. Dat wou ik toch even laten zien. Ik maak even een paar gewone steken. Dan heb ik wat ruimte. Nu schuif ik eerst een kraal aan. Ik draai mijn werk en ik maak een steek. Dus ik steek door de lusjes, omslaan door twee, omslaan door twee. Nu maak ik een gewone steek. Dus ik draai mijn werk en ik maak een gewone steek. En nu schuif ik weer een kraal aan. Ik draai mijn werk. En ik maak een steek. Dus dat doe je om de steek. Want dan komen die kralen allemaal aan dezelfde kant. Je kunt ze ook allemaal doen. Maar dan krijg je, dan krijg je dus aan twee kanten kralen. Dat kan ook. Maar dat haakt wel lastig, denk ik. Ik draai mijn werk. En dan maak ik weer een gewone steek. Ik schuif een kraal aan, ik draai mijn werk en ik maak een steek. Nu maak ik weer een steek zonder een kraal. Nou, hoe leuk is dat? Ik vind het leuk. En ik zie dat ik even goed lusjes krijg. Aan beide kanten. Dat biedt mogelijkheden, want dan kun je dus aan beide kanten iets aanbreien of haken. Nog leuker. Nu moet ik weer een kraal haas als je dat nou vergeet. Als je de kant met de kralen voor je hebt, dan moet je dus, voordat je draait, een kraal aanschuiven. Dan draai je je werk en je maakt een steek. Heb je de lege kant voor je? Dan moet je alleen maar draaien en een steek maken. Misschien makkelijker te onthouden zo. Nou, ik vind het geloof ik nog leuker dan dit. Verschillende variaties dus. Dus aan beide kanten een kraal, aan één kant een kraal of bovenop een kraal. Moet je wel voor dat bovenop een beetje zorgen dat die kralen ook weer een beetje bij het garen passen. Het moet niet helemaal bol gaan staan. Ze moeten wel passen. Ik denk dat als ik mijn haaknaal 3 vervang door een 3,5, dat het net iets lossiger wordt. Maar nou, hoe leuk is dat? Ik ben hier nog niet mee uitgeëxperimenteerd. Het zou maar zo kunnen dat er nog een video volgt waarin ik met dit iets doe. Je weet het bij mij maar nooit. <laughs> nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En euh, nou ja, en dat je dan inderdaad, als je nou denkt van, ja, dat koordje haken, dat vind ik leuk, maar hoe ging dat ook alweer? Dan heb je dus nu een apart filmpje. Nou, ik hoop dat je het leuk vond en dat je het zinnig vond. Als dat zo is, geef even dat duimpje omhoog. Dat uh, maakt me blij. En in ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doeg!